Hey, hallo. Hey. Ja, dit is weer die gast van die rare chilipepers. Ja, inderdaad, Rabbit Chili Pepper Mystery. Ja, het blijft een aparte naam, zullen we maar zeggen. Ja, niks doen. En we zitten hier ver van huis. Nee, het is letterlijk op 100 meter van mijn huis vandaan. Aan een stevig pad. Ja, nou ja, die grap die begrijpen ze niet, Frank. Ah, oké. Okay. Dat zijn, zie je die nou nu? Zie je die dingen nog? Die staan ze nog, ja, die dingen. Dat zijn paarden met een of ander gaar ding eroverheen. Dan hebben ze het nog warmer in de zon. Lekker joh. Huh? Ja, voor mij dat ze niet verbranden, weet ik het. Ik heb er geen verstand, ik heb alleen verstand van bier. Maar het lijken net zebras. En dat is een beetje de grap van Frank die dan... En mijn arm wordt een beetje lam, dus we gaan maar reviewen. We gaan het uiltje reviewen, maar dat heb je waarschijnlijk al wel gezien in de thumbnail en in de titel natuurlijk, als ik het goed heb gedaan, want anders is my bad. Mm. En we hebben geen tafeltje, dus ik zit iedere keer met mijn arm hier. Ja. Lekker handig. Maar goed, met je Cassade groene trui, double IPA. En met, verkeerde kant. Thumbnail. Mm. Zo, dat is wel... Dat is heel fake, ja. Maar... Ja. Nog een keer proberen? Ja. Ja, dat vinden mensen leuk als we het nog een keer gaan doen. Ja, zo wel hoor. Nou, ik hou hem even. Kom even zo. Kijk, zo kan ook. Ja. Lekker met je lamme arm. Ja, lekker met mijn lamme. Dat had een bier of biertje te kunnen wezen. Maar goed, we gaan niet een groene trui aantrekken. Want dan, het is vandaag 26 graden. Ja, 25 zoiets. Ja. Voor mij voelt het 26. Ah, oké. Okay. Ik vind 26. Okay. Maar het hoort 30, 31, dus lekker. Ik ga hem openen, maar dan kun je hem niet zien. Dat horen wel. Als je tussen me bent. Oh, kut! Oh, fuck! God. Ja, hij is een beetje... Nou komt hij lekker omhoog. Ja. Dat is niet zo. Daar houden we niet echt van. Ik denk niet dat het beeld stabiel is. Maar ja, jullie willen een keer een andere achtergrond, dus dan moet je niet zeiken op. Hij is zoeter dan ik verwachtte. Ja, we hebben net een IPA hiervoor op. Maar dat was een soort session. Ja. Net 5%. Zo zwaarder, 8 ja. Of zo. Ik ga hem even. 8,5? Ik ga hem even zo doen. Dan kan ik hem beter vasthouden. Ja, 8,5. Hij staat niet op de kamer hoor, de blik. Store at 5, drink at 6 en 8. Oké, okay, dat is allemaal niet belangrijk. We moeten gewoon meer slokken nemen. Maar een double IPA is altijd, ja, tenminste in mijn beleving, altijd zoeter dan een gewone IPA. Oh, hier staat het duidelijk op. 8 hier. 8. Ja. Ik zei tegen Rennie, Cascade Hop is wel erg mango-achtig en dat proef ik wel. Ja. Het is lekker. Ja, mango proef ik ook wel. Fijn en bitter. Zoet, ja. Hij is zeker zoet, maar hij is niet overweldigend zoet. Je moest er even aan wennen, denk ik. Maar... Nee, het is goed te doen, maar ja. Eigenlijk iets meer bitter gewild. Iets meer bitter. Ja, dat mocht wel. Ja, iets meer bitter, maar fruitigheid is lekker. Ja, zijn koffie wil niet te bitter, maar zijn bier moet hij bitter. Die grap snappen mensen ook niet, Reddy. Dat is, ja. Ja, maar ik zet sterke espresso's en dan vond hij een beetje too much. Nee, ja. Ja, maar die andere was goed. Die andere was goed. Le petit, nog wat. Ja, hij drinkt makkelijk weg. Ik vind het gewoon niet de beste double IPA die ik op heb. By far. Zeker niet van Oudje. Want nee, Oudje heeft, heeft wel betere. Oudje. Ja, vind ik ook. Oudje heeft beter. Ook die Black IPA die met de Terminator op de voorkant. Terminator? Oh ja, die heb ik gereviewd ook. Die is goed. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar de Raptor? Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Dit is. Maar goed, wil jij nou willen beoordelen? Nog niet. Blablabla. Ja, ik. Mango, bitter, zoet. Ja, verder kom ik eigenlijk niet. Nee, klopt. Ik zou willen zeggen, oh, ik proef een hele fruitschaal. Maar dat is niet waar bij deze. Nee, maar dat is zo al veel. Dat is jammer. Je proeft vooral veel trui en vooral veel Cascade. Ik weet niet hoe trui, trui smaakt. Maar... Een erg wollig biertje. Ja. Oké, we gaan mijn eindcijfer geven wat mij betreft, toch? Ja. Yep. En misschien doen we er later nog een op het balkon, maar we kijken wel. Want tegelijk? Ik weet het namelijk wel. Ja, tegelijk. Yes. 7. Dat was niet tegelijk. Ah. Ja, ik dacht dat je begon. Om 3,5 op een tap. Ja.
Ja, op zich wel, want hij kon bitterder, maar hij heeft op zich ook wel best wel wat nasmaak nog. Maar hij mocht wat fruitiger van mij. Ja, toch? Ja. Ja, wat lach je nou? Over de geluid op de achtergrond. Ja, ja, precies. Ik was ja, die afgeleid van die vogel. Ja, ja. Oké, okay, wacht even. Ik ga hem even, kan ik hem inzoomen met de voorcamera? Oh ja. Kijk, of je... Zie je dat beest nou staan of staan ze er niet meer? Jawel, toch? Jawel, hij blijft staan. Die blijven staan. Die heb ik zelfs ja, te doen, de hele nee. dag. Nou ja, goed. Ik kreeg een andere omgeving. Nou ja, als dat geen duimpje verdient, hè. En een like op zijn kanaal. In het Rabbit Chili Paper Mysterie. Precies. Dan weet ik het ook niet meer. En een groene jas die ik alweer niet bij me heb. Maar dat is, nee. is niet anders. Oh, die green coat. Ja, alweer nou, niet. Is, ja, nee. Is te warm een beetje voor. Een winterbier. Ja, mm. Yeah, yes. Man in a green coat. Ja. En abonneren joh, lullo, als je nog niet hebt gedaan. Oh, dan mag ik niet zeggen, dan word ik geflat door YouTube. Dat mag. Maar ze kennen nog niet zo goed Engels of Nederlands. Als je dan zegt ezel, dan moet je gelijk... Oh, de kut. Nou ja. Hey, tot de volgende keer. Toedeledokies. Ja, jij moet er ook op. Yes. Nog één keer.